Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt voor jullie thuis, de luisteraars. Want we zijn eigenlijk heel gelukkig, want de laatste cijfers laten zien dat wij op de zondag met name, en als we even heel technisch worden, van 0,8 naar 9,0 gegaan zijn. Dat zijn gigantische cijfers. Waar dit de commerciële omroep hadden we er allemaal een ton bij gekregen. Maar goed, Gerard Joling draait daar zijn hoofd niet voor om. Ben je 23 en slank, dan draait hij wel zijn hoofd om. Maar zover is het nog niet. Vonden we dat nou leuk? Ja! Jouw zondagmiddag. 7 april 2019. Breng je door met... Keur in de middag. Goedemiddag. Zondagmiddag. Ja hoor, we mogen weer. En haar radio. Gezelligheid. Ten dag. Keur in de middag. En Gerard Joling zit er bovenop. Welkom bij de show. Niet de eerste keer. En ook niet de laatste keer. Ja, dat is niet te hopen. En ook niet voor jou. Wat heb je natte plek onder je arm? Was je zenuwachtig dat ik hier kwam? Ja, eerlijk. Ja, dat zegt wel, ja. Ah, ja. Doe even een schoon t-shirt om, want nee. Je ruikt nogal. Nou, ik ruik ook wat, maar alleen als jij praat. Maar, dus wat dat betreft, wordt het zo'n programma, mensen? Ja, zo. Dames en heren, sorry nu al. Ja, ons excuses. We gaan heus niet alleen maar 3 uur een beetje lichterbal van maken. We gaan er ook even normaal... Ja. Mag ik jou om te beginnen van harte welkom heten hier? Ja, dank je wel. Dat vind ik even een officieel momentje. Wat super lief, en dat had ik totaal niet verwacht toen ik met mijn vlog naar buiten liep om jou op te vangen, dat je hier met een boeket aankomt waar nou Thomas zo qua kosten 3 weken voor moet werken. Ja, terecht ook. Ik had het echt niet verwacht. Dat is echt wel, maar dat vind ik toch, het is toch gewoon een leuke geste. Het is toch ook leuk. Het is ook toch weer mooi dat je zo'n dan 200 van die programma's maakt. Dan denk ik, het is toch wel weer een soort mijlpaaltje, weet je wel. En dat heeft iets feestelijks. Ja, vind ik ook. Maar jij hoeft het niet te doen. Dus dat zegt veel over jou. Dus ik waardeer dat bijzonder. Maar dat is leuk. Het is toch ook voor mij een eer, of niet dan? Nee, maar zeker. Het is voor jou ook een eer, want het is toch de 200ste. Het is een publieke omroep. Ja, het is toch heel erg leuk dat je er bent. En we dachten van nou, daar moeten we toch met een beetje respect een beetje een leuk introotje voor opnemen. Dames en heren, welkom bij de 200ste uitzending van Keur in de Middag, hier op NH Radio. Vandaag is een heel bijzondere uitzending. Vele bekende Nederlanders hadden we te gast. En vele bekende Nederlanders melden zich om deze 200ste show mee te presenteren. Maar op nummer 1 van ons verlanglijstje, daar stond hij. Op eenzame hoogte. Helaas kon Gordon niet, maar met hem zijn we ook heel erg blij. Gerard Joling! Nou, wat een enthousiasme hier. Ja, dat zijn we ook. Ongelooflijk. Ja, dat zijn we toch ook. Toch leuk dat er nog 2 mensen klappen voor me. Nee, dat je wel even de zalig is daar, hoor. Ja, want de Ticket to the Tropics die we net hoorden was in 1985. Ja, dat is ongelooflijk. He? Weet je het nog? Ja, ik weet het heel goed. Ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Was dat je eerste nummer 1 niet? Ja. Daarvoor was Love is Your Eyes. Ja. En het, zo heette het album ook, Love is Your Eyes. Dan stond Ticket to the Tropics op en Crying, waar ik natuurlijk mee dolbrak bij de Soundchill. Ja, leuk. Het was in één keer boom. Maar nou, vergeet niet dat er nog 6, 7 miljoen mensen naar het programma keken. Ja, dat scheelt natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel heel heftig. 85, daar was jij het er nog niet eens. Sprong je nog met je vader over de sloot voor je dan? Alle complimenten, dat mag ik best zeggen. Want je bent wat ouder geworden inderdaad. Je hebt natuurlijk wel het een en ander aan je... Je hebt wel wat aan jezelf laten doen. Hoe vaak heb je nou in je gezicht laten spuiten? Lieve Eddie, oh, wat een hoogtepunt. Show 200. Hoera! Een leuk. Kus van je vriendje... Carlo Bossaert. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Mooi ingesproken ook. Ja. I'd leave it all. You, ooh, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Als je joehoe roept, dan kijkt de hele redactie om. Dus, dat zou ik niet te hard roepen, hoor. En dan jetzt, lieve Holländer, een deutscher Hit. Muziek van de Keuerschlager. De Keuerschlager, ja. Let op dat fruitje, Ger. Nou, jou niet. Niet tegen het oor van z'n oren. Waar komt ie weer? Gezelligheid en top. Tam, tam. Heerlijk, toch? Maar dat je het zo goed presenteert als dat je danste, dat je verder geweest in je leven, denk ik. Lach je of kom je klaar, hè? Nee, was goed. Maar mannen, we gaan op vakantie. Het is groen en je ziet het niet. Komkommer om de hoek. Ik vroeg me laatst af, zou een giraf zijn eigen scheten ruiken? Dat geen idee. Dit kan niet. Dit kan echt niet.
Ik ben van de week ben ik met mijn neefje van 8 ben ik naar Artus geweest. Ja. Dus kom Eddie, een paar dingen. Ik wil graag het nijlpaard zien. en ik wil heel graag de giraffen zien. Dus wij naar de nijlpaard. Er lag zo'n hele dikke meid lag in het water. Ik zeg, Eddie, dat is toch verschrikkelijk. Ik zeg, heb jij enig idee waarom dat nijlpaard altijd in het water ligt? Heb je enig idee? Nee, geen idee. En hoe krijg je anders een vagina van 5 kilo nat? Maar wat denk je, Geer? Die giraf staat heel erg chagrijnig te kijken. Oh jee. Dus ik had net 2 keer 25 euro afgerekend. Ik krijg een beetje de pest erin. Dus ik zeg tegen die giraf, hallo. Zeg, voor 50 euro, maar mijn neefje en ik zijn hier. Sta een beetje chagrijnig te kijken. Hij zegt, waarom sta je zo chagrijnig te kijken? Hij zegt, nou ja, ik ben bij de kapper geweest. Nek uitscheren, 100 euro. Oh, wat vreselijk!